Voor de zomervakantie heeft een ouder melding gemaakt bij de politie van het grensoverschrijdend gedrag. Maar wat dat gedrag precies zou inhouden, dat weten we niet. De volgende dag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de politie en tussen die ouder. En er is aangifte gedaan. De man is gisteren opgepakt, hij zit nu vast en er wordt onderzocht wat hij precies gedaan zou hebben en of hij wat gedaan heeft. Over de man zelf is niet veel bekendgemaakt. We weten niet precies wie hij is en wat hij op de school deed. Alleen dat hij er werkt als vrijwilliger.